Ik stond op de plek waar ik geboren ben, bij een boom. En ik verwonderde mij erover hoe groot die boom was en hoe klein ik eigenlijk was. Dat is een van de eerste ervaringen dat je niet meer die verbondenheid hebt met alles is één. En dat je je daar niet van bewust bent. Maar in ene die ik-ervaring dat je loskomt van het andere. Dat is zo'n heftige ervaring geweest. Nou ja, misschien is het werken wel op gebaseerd om die verbondenheid weer terug te krijgen, maar dan bewust. Ik vind het juist heel fijn om via het werk verbondenheid aan te gaan. Verwondering kun je uitdrukken doordat je beter kijkt en doordat je daar op die manier een verbinding mee aangaat. Dus het is niet alleen het kijken, maar het is ook het zien. Maak meest landschappen en tekeningen. Portretten maak ik ook wel. Het gaat me daarbij om verschillende dingen. Heel vaak sfeerlandschappen. Maar soms gaat het ook om de stofuitdrukking van bijvoorbeeld bomen. En dan zoek ik naar materiaal hoe ik dat het beste kan uitdrukken. Hoe ik dat het beste kan vertalen. Ik denk dat ik me steeds aanpas aan wat ik wil maken in het materiaalgebruik. Dus bijvoorbeeld als ik vind dat het licht mooi sprankelt, dan zoek ik naar materialen om dat licht mooi te laten sprankelen. En als ik zoek naar de huid van een boom, dan zoek ik naar materialen om die huid van die boom te kunnen vertalen. De inspiratie voor mijn landschappen die ontstaan vaak doordat ik buiten loop en wandelingen maak. Dan word ik gepakt door een bepaalde sfeer en dat probeer ik vast te leggen in die foto's. En dan kan zo'n foto een beginpunt zijn voor het opzetten van een schilderij. Wat het lesgeven mij brengt, is dat het een stuk bewustwording is, omdat ik het onder woorden moet brengen. En dat is een welkome aanvulling. Als ik het werk naar buiten breng, dan hoop ik natuurlijk wel dat mensen er iets bij voelen. En dat iets van wat ik erin gelegd heb, dat het ook overkomt. Daar heb je niet echt de controle over. Je zet het in de wereld en dan is het ook van de wereld. Ja, dan moet ik loslaten wat iemand anders daarmee doet.